Vandaag is Eemland RTV bij schaats- en skielervereniging Eemland. Wil jij nu wat meer weten over deze sport? Blijf dan kijken. De vereniging traint eerst op de atletiekbaan in Pijnenburg en daarna op de Vechtse banen in Utrecht. SSV Eemland, het is schaats- en skielervereniging Eemland. We hebben sinds 2 jaar ook het skielerafdeling. We hebben 240 leden, waarvan 80 onder de jeugd. Dat zijn de kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Waar komen ze allemaal vandaan eigenlijk? Ze komen uit Soest, Baren, Soesterberg natuurlijk, Eemnes. Daar komen ze voornamelijk vandaan. En er zijn er nog een paar die vanwege vriendjes en vriendinnetjes op de club uit andere dorpen in de omgeving komen. Achteren en voor. Dus overigens, in de winter wordt er op de atletiekbaan getraind vanwege het vroege donker zijn. In de zomermaanden gaat de training gewoon door. En dan wordt er vooral in de Soesterduinen getraind. Hoog op, hè, die knieën. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk oefeningen, droogte, wat we noemen dit de droogtraining, droog te doen die op schaatsen lijken. Dus je hebt zo net al een beetje gezien dat we die schaatspassen doen. En we doen veel sprongen om die beenspieren te versterken. En ook doen we veel balansoefeningen, want schaatsen zonder dat je gevoel hebt voor balans is eigenlijk onmogelijk. We proberen bij de jeugd dus de basis te leggen. De fun in het schaatsen. En dat zie je dan als ze goed worden, zoals die hier in Wust. Die hoor je nou ook zeggen, ik heb weer plezier in schaatsen. En als je probeert in het begin de jeugd helemaal af te trainen, nou, dan gaat dat denk ik, plezier vrij snel weg. Want dan zijn ze alleen maar aan het presteren. En juist is de fun is wat we ze hier aanleren. Ja, doe maar gelijk. Waarom ben je bij de schaatsvereniging gegaan? Nou, ik wou kiezen tussen wielrennen en schaatsen. Maar met schaatsen wielren je ook, maar met wielrennen schaats je niet. Ik vind schaatsen eigenlijk al mijn hele leven leuk. Dus. Ik ging een keertje op het Pluismeertje schaatsen en er werd heel veel complimenten aan mij gegeven. En toen zijn vader en moeder zijn ze gaan kijken. En toen dacht ik net, dan ga ik op schaatsen. Ik keek heel vaak op de televisie schaatsen. Nou, eigenlijk hetzelfde als hem. Op tv keek ik ook veel. Toen vond ik het ook leuk. Bij mij zaten heel veel vrienden al op schaatsen. Ik ken iemand die ook op schaatsen zat. Dus dacht ik, nou, daar ga ik ook. En toen ging ik ook kijken en toen bleef het wel leuk. Ik wil best wel goed in schaatsen worden. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk. Dus ik wil eigenlijk ook gewoon naar de top. Overigens, in de winter wordt er op de atletiekbaan getraind vanwege het vroege donker zijn. In de zomermaanden gaat de training gewoon door. En dan wordt er vooral in de Soesterduinen getraind. Maar het is een schaatsvereniging, dus je wil ook schaatsen. En waar gebeurt dat? Dat gebeurt op de Vechtse banen in Utrecht. Hier de junioren. En dat zijn junioren die we proberen op te leiden voor een baanselectie in Utrecht. Of voor een C-selectie. En de junioren die moeten doorstromen naar de echte wedstrijdgroep van Eemland. Heb je al er hele goede tussen zitten? Nou ja, we hebben een Nederlands kampioen. Wesley Dijs. 5 februari is hij Nederlands kampioen geworden. Ja, klopt. Met hele mooie tijden. Met een 38. Nou, dat is voor een C-rijder is dat onwijs hard. Ja, en dat is natuurlijk een natuurtalent die we hebben. En we hebben in de C-klasse hebben we Babette Berkelaar zitten. Ja, en vanuit deze groep
Ja, dat gaan we waarschijnlijk dit jaar niet, maar het jaar erop. Volgend jaar wel ook weer een paar leden afleveren aan de C-klas. Nathalie, jij traint bij deze leuke club. Hoe lang ben je al bij deze club? Sinds mijn 5e. Oké, is dat via school? Ben je via school begonnen of is dat anders gegaan? Mijn broer Wesley Dijs, die zit ook op schaatsen. En ja, ik vond het ook wel leuk dat ik mocht een keer proef trainen en toen wou ik hiermee verder. Train je veel? Nou, 1 keer op het ijs gewoon zaterdag. En volgend jaar ga ik nog een keer op maandag ook nog trainen. En dan heb ik ook meestal een wedstrijd op dinsdag of op zondag. En dan ook nog droog op Pijnenburg op woensdag. Wil je echt een topsporter worden? Ja, ik wil er wel, zolang het gewoon goed gaat en geen blessures oplopen, wil ik wel gewoon verder gaan. Nathalie, heb je ook nog een voorbeeld? Ja, nou ja, ik doe het meeste ook mijn broer en zo. Ja, je broer is je grote voorbeeld? Ja, dat wel. Jij wil ook, want hij is Nederlands kampioen? Ja, en vandaag heeft hij het NK Supersprint. Okay, dus dat is natuurlijk spannend om dat verder te gaan zien. Je trainer staat geloof ik naast me. Nee, dat is niet mijn eigen trainer. Nee. Oh, dat is niet je eigen trainer. Hoe ziet het trainingsschema voor de jeugd eruit? Zomer en winter gaat dat door. In de winter proberen we de basis te leggen voor de conditie. En op het ijs zijn we voornamelijk bezig met techniek. Zoals je vandaag ook een beetje hebt kunnen zien. In mijn groep staat plezier voorop en ik wil ze leren te schaatsen, dus de techniek wil ik ze bijbrengen. En ze hebben verschrikkelijk veel talent. Mijn groep is een van de meest talentvolle groepen die er bestaan in Nederland. En dat is het mooie van mijn groep, dat houden ze nog verborgen. Dus qua techniek en qua uithoudingsvermogen, qua psyche zijn ze briljant. Als mijn groep op de baan is, dan kijkt er iedereen, wow, dat is echt de magiegroep van Nederland. En alleen dat houden we verborgen. En we zijn nu nog aan het beslissen, zullen we dat ooit eruit laten komen, maar we denken dat we dat niet doen. Dus ze zijn verschrikkelijk goed, ze kunnen alles, maar we houden dat onder het mutsje. Waarom? Omdat het mooi is dat er iets magisch is in de wereld. Hier in Utrecht op de Wegsebaan is iets magisch aan de hand. En dat weet niemand. Ja, jij weet het nu, maar voor de rest weet niemand dat. En dan moet je zo houden dat iedereen, hé, wat gebeurt daar in Utrecht? Want hier gebeurt het, bij één land. Momenteel hebben we 40 kinderen op het ijs staan. En het is zo dat die verdeeld zijn in 3 groepen. We hebben een groep, de jongste groep, die wordt getraind door Jorik Delfrouw. Die pakt ze op vanaf het jeugdschaatsen en die begint er weer mee. Dat zijn ook de kleintjes die je hier ziet rijden. En na een jaar worden de talenten die worden eruit gepikt en die gaan dan gelijk op bij mij. Nou, dat zie je in mijn groep bijvoorbeeld met een Milan Smit. Simone Colvoort en Nathalie Dijs, dat zijn pupillen nog. Ja, dus die zijn nog geen 13 jaar. Jullie trainen natuurlijk ook op Pijnenburg. En daar wordt wat meer gedaan aan conditie en? Ja, daar wordt gedaan aan conditie. Daar heb je veel looptrainingen. Maar ook wat wij noemen de koorstabiliteit. Dus gewoon het strak houden van je lichaam. Dat al die spieren weten wat ze moeten doen op het ijs. En daar doen we ook wel technische oefeningen. Want als je dat op het droge kan, dan wordt het op het ijs, is mijn mening, een stuk makkelijker. Op welke manieren wordt dat dan gedaan? Op de gimp, niet op de schaatsen uiteraard. We doen dat zomers, proberen dat wel na te doen op skielers. Want we doen ook skielertrainingen met ze. Wat voor oefeningen worden er gedaan? Ja, de oefeningen van diep zitten, zorgen dat je... Kijk, hier op het ijs heb je een glijmoment, dat heb je natuurlijk niet op het droge. Maar dan kunnen ze dus wat makkelijker hun stabiliteit op één been zoeken.
En dan kan je wat makkelijker ook vertellen, want op het ijs is dat wat lastiger. Want dan rijden ze gelijk bij je vandaan. Op het droge blijven ze erbij staan. En dan kan je zeggen, van, nou, je moet je been iets hoger houden of iets meer naar achteren. Dat ze in ieder geval de houding goed aanvoelen. Het is echt om een hele goede schaatser te worden. Ja. En recreanten, zijn die ook welkom bij jullie? We hebben ook recreantenclubs. En dat is namelijk het punt. Als je van jeugdschaatsen afkomt, dan is er eigenlijk niets. Dus wij hebben gezegd om de breedte sport een beetje te promoten, hebben we dus ook die groep van benden tussen zitten. En dat zijn rijders die op een gegeven moment vaak doorstromen naar recreatiesport. Of later misschien nog naar de marathonsport of zo. Dit waren 2 dagen bij Schaats- en Skielervereniging Eemland. Wil jij nu ook schaatsen? Dat kan, want het is voor jong en oud. Kijk even op hun site voor meer informatie.